Deelnemers startvrij. Leco-expeditie BV-prijs, een jaarlijks terugkerend hoogtepunt op deze bijzondere dag. Vandaag ook nog eens gezegend met uh, ja, geweldige weersomstandigheden. Paardenstellers op achter de vleugels van de startauto. 1,90 euro de code voor Anthony Kim en Jolanda Baas. Nog honderd meter. Vijftig meter nog. En moedig uw favoriet maar aan. Galop in ieder geval voor paard nummer 1. En dat is Daddy's Wish. De deelnemers gaan op weg naar de eerste bocht. En de favorieten melden zich aan het front. Dat zijn in eerste aanleg nummer 4. Uh, Be My Friend er op de tweede plaats. Kansenpostvat aan de reling. En 3 Kim. Daarachter in derde stelling Yoshi Bobber. En het eerste paard aan de buitenzijde uh, is dan uh, paard nummer 3. Bernadotte Queen. Paarden gaan op weg naar de verre linkerbocht. En vooraan wisseling van de wacht wellicht. Nee, want Ed Vooraan wil helemaal die kop niet kwijt. Hij wil graag het tempo drukken. Maar daar ziet Jolanda Baas dan net niets in. En dus blijft het tempo nu hoog. Het is aan kop van het veld: Be My Friend. Hij heeft een lengte voor. Op de tweede plaats erachter is er dan Anthony Kim. In derde stelling volgt Joshi Bobber. Daarachter krijgt Bernard Queen geen makkelijke koers. En die koers staat aan de buitenzijde van paard nummer 7, Shara Angel. Een bewezen en ideaal gelegenheidspaard. Die gaat zo dadelijk ongetwijfeld ruimte krijgen. Martin Zevenbergen met zijn Grote, dankbare elfjarige Merry. Twee rondes van huis en achterover op de karret voor achter zijn nummer 4, Be My Friend. Be My Friend, op de tweede plaats hebben we dan uh, in een zetel paard nummer 5 en 3 Kim. Daarachter dan Joshi Bobbert, wel het tempo nu volledig uit de koers wordt gehaald. En dat uh, ja, leidt tot wat problemen in het veld, maar het wordt ook allemaal weer keurig opgelost. In de start van het veld met de handen vol, paard nummer 9, Jenny de Groot en haar eigen Quick du Vivier. Paarden gaan op weg naar Einde overzijde. En op dit moment ja, in een niet al te hoog tempo. Met nog altijd dezelfde koploper: be my friend. Be my friend, lengte ervoor. Op de tweede plaats volgt dan Anthony Kim. Achter deze paarden is er dan Joshi Bobber. Die krijgt een mooie zuinige koers. Aan de buitenzijde komt er wat reactie in het veld. Want uh, drie dik gaat de aanval komen van Quick Vivier. En ook Jolanda Baas, achter tijd rijp om wat te gaan doen. Doe dat vrij vroeg in de koers met Anthony Kim. Maar je gaat ook niet zitten wachten dat je koploper je in slaap sukkelt. We gaan af op de laatste ronde en het is een prachtige strijd. Maar die nummer vier heeft toch weer duidelijk voorsprong genomen. En dat is uh, Be my friend. Be My Friend, tweede plaats erachter. Anthony Kim, Jolande Baas, heeft al een keer aan zijn speed gezeten. Daarachter volgt dan in derde stelling Yoshi Bobber. En achter deze paarden biddend voor ruimte. En die ruimte is er nu eindelijk voor Martin Sevenberg en zijn Shara Angel. En die kan dan vooraan kijken of er nog wat te halen valt. Maar ik denk dat die twee paarden veel te ver weg zijn. En inmiddels wordt ook de genadeslag uitgedeeld door Anthony Kim. Anthony Kim, zeven jaar inmiddels deze zoon uh, van Carl Bas In bezit van uh, trotse eigenaar Ruud van Buren. Maar in de absolute vorm van zijn leven... En ja, vorig jaar gewonnen te hebben na beslissing van het comité. Is dit het moment van Jolanda dat ze dan eindelijk de gelegenheidsstraverij gaat pakken? Helemaal op eigen krachten, daar mag u best voor in de handen. Wat een mooie winnaars. Anthony Kim, uw favoriet, maakt het hier volledig waar en wint het met veel machtsvertoon. Anthony Kim de winnaar met een straat. Tweede is dan Be My Friend en derde wordt Yoshi Bobber. De vijf wint voor de vier en derde wordt de twee en dat is voorlopig.